Dan rest er mij niets anders dan vandaag degene die ervoor gezorgd heeft dat we denk ik toch wel hier met elkaar staan. Mag ik toch wel de chief van Surf het podium opvragen, Jesse Ranitz. Jet, wij kennen elkaar ook, hè? Ja. Wat bijzonder, hè? Je bent op bezoek geweest bij mij toen ik nog bij in Holland was. Ja, dat klopt. En weet je nog wat ik jou toen gegeven heb? Ja, een heel mooie Marokkaanse theezet. Ja, dat is goed. Het is lang geleden, hè, dat zijn. Ja, het lijkt haast voor de oorlog, joh. Dat zo door dat hele corona ertussendoor, mijn besef van tijd is totaal anders. Ja, dat heb ik ook echt, hè. The floor is yours. Dankjewel. Karim heeft gelijk. Het is echt imposant om jullie hier zo met z'n allen te zien zitten. En dat is een gevoel wat echt heel lang geleden is. Het is echt lang geleden dat ik voor zo'n zaal gestaan heb. Maar het is mooi om zo met elkaar bij elkaar te zijn. Straks kennis te delen, ervaringen te delen. Maar ik denk ook voor heel veel mensen om elkaar weer te zien. Veel van jullie komen hier al sinds jaren. Misschien niet alle 23 meegemaakt, maar toch best een aantal. Ik hoorde ook mensen zeggen, toen ik daar op het plein stond, goh, wat een hoop nieuwe mensen. Dus volgens mij wordt het gewoon een feest om vandaag met elkaar te verkeren. En ik zei net al, die tijd dat ik nog bij in Holland werkte en voordat corona er was, dat lijkt heel ver weg. Want die crisis heeft ontzettend veel met ons gedaan. De eerste paar weken was ik nog voorzitter van het college van bestuur van in Holland en dat was echt crisismanagement, elk dag. Kijken wat de overheid zei, we hebben bij ons thuis inmiddels een nieuw gerecht, dat heet pasta persco. Dat eten mijn man en ik dan op de bank, voor de televisie, terwijl we naar Rutte luisteren. En ik ondertussen zat op te schrijven wat er allemaal wel en niet mocht en hoe we de dingen moesten organiseren. En dat hebben we ontzettend vaak moeten doen. En vervolgens moeten bedenken, hoe gaan we nou de studenten bereiken? We moesten in het begin in 24 uur online. Letterlijk 24 uur is dat gebeurd. Nou, dat is een compliment, niet alleen aan jullie, maar ook aan al jullie collega's, dat dat überhaupt mogelijk was. En dat zegt iets over wat we al hadden, aan kennis, aan faciliteiten, aan best practices, om dat überhaupt goed te kunnen doen. En toch, denk ik, hebben we met z'n allen, ook toen we eenmaal een beetje gewend waren geraakt aan hoe dat werkte, en we wat meer routine hadden ontwikkeld met elkaar. Zeker toen we na de zomervakantie nog zo'n jaar door moesten met elkaar, hebben we toch ontdekt dat niet alles fantastisch ging. We hebben grote groepen studenten, deelnemers letterlijk van het scherm zien verdwijnen. Ook niet meer kunnen bereiken. Andere studenten hebben het juist beter gedaan dan ze het daarvoor deden. Wat ook heel erg bijzonder was. En kennelijk was die digitale omgeving voor hen plezierig. En wat ik nou zo interessant vind, en dat is waar zo'n dag als vandaag een goede dag voor is, is samen ook dat laagje dieper te pakken. Hoe komt dat nou? Dat sommige studenten het beter deden. Waar lag dat dan aan? Weten we dat eigenlijk wel? Waarom dat nou in zat? En hoe komt het dat sommige studenten niet mee konden doen? En wat hebben zij dan eigenlijk nodig? En we weten natuurlijk, dat het korte antwoord is, ja, fysiek contact, dat is voor die studenten ongelooflijk belangrijk. Maar wat is dan de essentie van dat contact? Want dat gaat natuurlijk ook over je rol als docent of je rol als ondersteuner. Hoe maken we dingen mogelijk? Welke zaken zijn te kopiëren in een digitale omgeving of juist een extra impuls te geven met digitale hulpmiddelen op een manier die live niet kan? Bijvoorbeeld eindeloos herhaling kunnen aanbieden zonder dat het jou irriteert, student dolblij. En wanneer is dat fysieke contact nou echt cruciaal om een student erbij te houden? Of weer even die impuls te geven? Jullie hebben ongelooflijk veel ervaringen daarmee. Ik heb een aantal ervaringen gezien afgelopen anderhalf jaar. En natuurlijk ook wij van Surf in het ondersteunen van al dat digitaals hebben ongelooflijk veel geleerd. En deze twee dagen zijn er dus om die oogst op te halen. Die leerervaring op te halen. En hier over twee dagen naar buiten te kunnen lopen en te zien, we zijn hier beter van geworden. Dit was niet een verloren crisis. Dit was een crisis die ons echt iets heeft gebracht. En waar ook een ambitie uit voortkomt. Want wat willen we nou doorontwikkelen? Waar willen we nog veel meer van zien de komende jaren? Juist in die blend van onderwijs. En wat is dan de juiste blend? Wat is dan de goede balans? Kunnen we dat naar het niveau van een goede malt krijgen? Of een goede blended whisky? Waar zit hem dat nou in?
Wij zijn heel benieuwd om dat van jullie te horen. Ik zal hem ook nog wel wat persoonlijker maken. Als ik kijk naar wat ik zelf geleerd heb. Ik ben halverwege overgestapt naar Surf. En dat was letterlijk de ene laptop dicht en de andere weer open. Ik zat thuis op dezelfde werkkamer. Nou, en dat was dan Surf. Goeiedag jongens. Ik deed een schermpje open. Ik zag allemaal kleine postzegeltjes. Dat waren mijn nieuwe collega's. En eigenlijk die hele gereedschapskist die ik had van leidinggevende zijn, nou, die kon zo in de prullenbak. Want die gereedschapskist ging over persoonlijk contact, mensen ontmoeten, samen zijn, dit soort dingen doen. In een grote zaal zitten, iets beleven met elkaar. En dat kon allemaal niet. Niets van dat alles. En die organisatie was in fusie, moest van alles veranderen. De sector stond in brand, crisis. We moesten, ik weet niet wat, allemaal leveren. En ik heb echt opnieuw moeten nadenken, hoe moet ik nou leiding geven aan deze mensen? Zodanig dat zij zich gestimuleerd voelen, dat ze het gevoel hebben dat ze één organisatie worden. Dat wij met z'n allen het gevoel hebben dat we de sector goed kunnen steunen. En ik ben allemaal nieuwe dingen gaan doen. Ik ben als een idioot videofilmpjes gaan maken. Ik ben allerlei andere soorten bijeenkomsten gaan organiseren. We hebben zelfs een tweedaagse gedaan, helemaal digitaal. Met allemaal nieuwe werkvormen, waar ik nooit aan gedacht zou hebben als we niet dit hadden meegemaakt met elkaar. En een aantal van die dingen ga ik niet loslaten. Want we vinden dat hybride werken voor een aantal dingen ook best wel fijn. Net als onze studenten dat fijn vinden, vinden ook wij dat best wel prettig dat we soms een dagje thuis kunnen werken. Even de rust kunnen pakken, wat focus hebben, om de volgende dag er dan weer vol tegenaan te gaan in fysiek contact. Maar dat vraagt iets van jezelf, vraagt ook iets van je collega's, vraagt iets van de facilitering. Wij zijn net mensen, wij zijn net studenten. Dus al die dingen die we voor onszelf nodig hebben, hebben onze studenten ook nodig. Het is mooi, denk ik, om daar met elkaar een hele dag over in gesprek te gaan. En ik wil jullie graag dan als laatste nog herinneren aan 2 jaar geleden toen wij de onderwijsdagen hadden. Toen stond Christine hier op het podium, Christine mag straks weer. Maar toen had Christine het over publieke waarden. En dat was voor het eerst dat op zo'n publiek podium we die 2 woorden in 1 adem met onderwijs noemden. En als ik kijk waar we zijn vandaag, dan zie ik, die speech heeft niet alleen indruk gemaakt, maar dat heeft iets gedaan met ons zoals wij in deze zaal zaten. Dat resoneerde. En toen begon er iets te groeien. Er begon iets te groeien met jullie, ook in wat wij terugkregen van jullie, als mensen die daarmee bezig zijn. De rectoren hebben vervolgens een brief geschreven. Toen ging het nog een stukje verder. We hebben inmiddels een hele seminarreeks achter de rug. De ICT-mensen van de universiteiten en hogescholen en het mbo willen ook graag een eigen seminarreeks over publieke waarden en digitalisering in het onderwijs. En dat vertelt mij dat wat er hier gebeurt op deze 2 dagen, dat heeft impact. Heeft impact op de sector, heeft impact op ons, ons als organisatie SURF, maar ook op alle leden van SURF die jullie vertegenwoordigen, al die instellingen waar het uiteindelijk moet gebeuren. En ik hou me warm aanbevolen voor wat jullie op de agenda gaan plaatsen en waar wij morgen, als we hier de deur dichttrekken, van denken, die nemen we mee. En daar hebben we het over 2 jaar nog steeds over. Toen is het begonnen, in 2021, op de onderwijsdagen. Ik wens jullie mooie dagen.